Ben je in Stockholm, dan moet je zeker naar het Vasa Museum. Een bijzonder verhaal over dit 17e eeuwse schip. Il Vasa parte per il suo viaggio inaugurale. Ha una costruzione che lo rende instabile. Una folata di vento lo fa sbandare alcune volte nel golfo di Tegelwicken. Si inclina pericolosamente e di fronte a Beckholmen inizia a imbarcare acqua a babordo attraverso i portelli dei cannoni. Affonda nel giro di pochi minuti, dopo solo 1000 metri, con le vele, le bandiere e tutto il resto spiegato. Affogano una trentina di persone. Nou, je zag net de filmbeelden. Zo zonk dat schip dus naar de bodem van de haven. 333 jaar heeft het daar gelegen. En toen in 1961 is het weer boven water gehaald. Ja, het is heel indrukwekkend om dit dan ook te zien. Het enige originele 17e eeuwse schip wat bewaard is gebleven. Het schip is helemaal geconserveerd. Daar hebben ze 17 jaar over gedaan. 35% van het schip is nog origineel. En ook het enige schip ter wereld wat nog zo te bekijken is. Het is best wel donker hier. Beetje moeilijk filmen. Maar met foto's lukt het veel beter. Kijk maar.